Hoe lang zijn jullie al vrijwilliger van de omroep? Ik ben van oktober 2017. December 2017. Ik denk dat we bijna 200 afleveringen hebben gedaan tot nu toe. Je moet wel in die buurt zitten. Maar ik heb nog niet helemaal uitgeteld hoor. Vast tijdstip, vaste plaats, vaste dag. Avisie is best wel onderdeel van jullie week. Ja. Zeker, we hebben onze voorbereidingen. Martin met name zorgt voor het camerawerk en de montage. De fijnmontage. En ik interview de mensen en ik zorg dat de productie goed voor elkaar komt. Tekst, foto's, thumbnails, dat soort dingen. De rubriek Straatpraat overigens wordt zeer goed bekeken. En daar is ook grote waardering voor. Maar je kunt zo'n rubriek alleen maar maken als je heel goed op elkaar bent ingespeeld. Als je goed met mensen om kunt gaan. Als je mensen serieus neemt. En niet overvalt of grof behandeld. De rubriek Straatpraat kenmerkt zich door een heel hoog gehalte aan authenticiteit. En wij filmen dat en wij doen daar iedere dag verslag van. Wat vinden de Almeloers van een bepaald onderwerp? Ja, hoe zou dat voor jullie zijn als vrijwilligers als dit wegvalt voor jullie? Nou, dat is niet zo leuk natuurlijk. Dat is niet zo leuk. En ik hoop dus dat dat de raad dus anders beschikt en dan eigenlijk het college wil. En we hebben een hele mooie tijd achter de rug. Maar het houdt ook in dat er dus voor 70 mensen niets meer te doen valt. Dus zowel een radio tv gebeuren houdt op. Ik durf te stellen dat Martin een van de beste filmers van Nederland is. Daar denkt hij zelf anders over. Dat zie je zijn bescheidenheid. Maar zoals hij zich voorbereidt en om Straatpraat te filmen iedere donderdag, dat getuigt van een hoge professionaliteit. En het grootste misverstand dat zou kunnen ontstaan is dat er bij Avisie en bij AFM geen professionele mensen zouden werken. En dat is, ik heb een gedegen cameraopleiding gehad. Ik kom van de academie af, academie Minerva in Groningen af, vanaf vroeger. Nou, wij zijn slechts 2 van de 75 vrijwilligers die, zoals ik zei, met hart en ziel de programma's maken. Maar er ook voor zorgen dat mensen betrokken blijven bij het nieuws. En het is het grootste misverstand om te veronderstellen dat vrijwilligers geen vakwerk zouden kunnen afleveren. En samen met het staf en bestuur en de 75 vrijwilligers zorgt Avisie, CQ, AFM al 35 jaar voor een uitstekende verslaglegging van alles wat er gebeurt in Almelo. En ik hoop dat de gemeenteraad dat ziet, de kwaliteit ziet, maar ook de continuïteit ziet van de Almeloorse of de lokale omroep Almelo, zo moet ik het officieel noemen.